Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 5.04 vier vanmiddag zien we dat een groot deel van het land te maken heeft met bewolking. In het zuidwesten en in het noorden, daar breekt nog wel af en toe even de zon door, maar het grijze weer overheerst dus. Dat is ook vanavond het geval Wolkenvelden. In de kustprovincies zijn enkele opklaring, maar heel veel stelt dat niet voor. Halverwege de avond is het een graad of 6. En de komende nacht daalt de temperatuur naar 3 of 2 graden boven het vriespunt. Lokaal misschien nog iets la lager. Maar dat is wel afhankelijk van of het eventjes wat langer kan opklaren. Wolkenvelden houden dus de overhand. En verder wordt de wind zwak of matig. Dan morgen overdag nog steeds veel bewolking. In de loop van de dag zien we vanuit het zuiden langzaamaan die bewolking dunner worden. En breekt af en toe even het zonnetje door. Met name dan in het zuiden en westen van het land... In het noorden en oosten blijft het waarschijnlijk overwegend grijs. Blijven we overal droog: middagtemperatuur tussen de 6 en plaatselijk 9 graden. En er waait een meest matige wind uit de zuidwestelijke richting. Dan de dagen daarna, op zondag, veel bewolking. In de ochtend passeert een zwakke storing, waardoor met name in het noorden van het land een enkel spatje regen kan vallen. In de middag wordt het weer droog, verder wordt het zo'n 7 tot 10 graden bij een matige westelijke wind. Vanaf maandag wordt het echt duidelijk wisselvalliger. Van tijd tot tijd valt er regen, de bewolking overheerst en de middagtemperatuur ligt rond een graad of 9. En wat verder opvalt is de wind, die gaat duidelijk toenemen, waait uit een zuidwestelijke richting en wordt matig aan de kust soms krachtig, windkracht 4 tot 6. En de dagen daarna wordt het nog wisselvalliger. Met name op de woensdag en donderdag zien we hoge neerslagkansen met zelfs meer dan 10 mm op donderdag, echt een verregende dag. En op deze dagen staat er bovendien ook nog eens een stevige wind aan de kust, hard of misschien zelfs stormachtig, windkracht 7 tot 8. Ik ben Ben Kamp van weerplaza.nl.